Oké, laat ons een kort overzicht geven van de theorie van tijdsafhankelijke circuits en de link met de analysecursus. Dus wat hebben we met tijdsafhankelijke circuits? Dat zijn ook circuits waarin spoelen en condensatoren voorkomen. En wat we daar typisch hebben, dat is dat de spanning en de stroom reageert op elkaar. Dus als we gaan kijken, als we een condensator hebben, dan is de stroom gegeven door C dvdt. En als we een spoel hebben, dan is de spanning over de spoel gegeven door L dIdt. Dat wil dus zeggen, als we een condensator of een spoel hebben, dat we een eerste orde lineaire differentiaalvergelijking zullen krijgen met constante coëfficiënten. Als we ze er allebei in hebben, dan zullen we ene keer met een afgeleide, ene keer met een integraal krijgen, dan nog eens afgeleide, dan krijgen we een tweede orde lineaire differentiaalvergelijking. Als we kijken naar analyse, een eerste en tweede orde differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten. Hoe gingen we dat gaan oplossen? Stap 1 was, we gingen de homogene gaan zoeken. Stap 2 was een particuliere oplossing gaan zoeken. En stap 3 was de begin- en of randvoorwaarden erin steken. Hier zullen dat de beginvoorwaarden zijn die we erin steken. Goed, als we naar de homogene gaan kijken, dan gaan we eigenlijk voor onze eerste orde circuits altijd hetzelfde doen. We gaan zorgen dat we die gaan herschrijven met behulp van Thevenin als gewoon een condensator, een weerstand en eventueel nog een bron erin. Of een spoel, een weerstand en een bron erin. Waardoor dat de oplossing altijd van dezelfde vorm is, want we krijgen altijd dezelfde differentiaalvergelijking. En dus ons fundamenteel stel is altijd i tot de macht min t over tau. En die tau is voor een condensator en een weerstand Rc. En voor een spoel en een weerstand is dat L over R. En op de tweede orde, dan zijn er drie mogelijke gevallen. Dan hebben we in onze karakteristieke veelterm kan geen nulpunten hebben of toch geen reële. Twee samenvallende reële of de discriminant groter dan nul en dan hebben we twee reële nulpunten. Die fundamentele stellen, wat is er typisch aan? Dus voor kleiner dan nul krijgen we i tot de min t gedeeld door en een cosinus i min t gedeeld door n sinus als fundamenteel stel. Voor d gelijk, discriminant gelijk aan 0, krijgen we ook e-machten en t in e-macht. En voor groter dan 0 krijgen we twee e-machten. Die e-machten, wat is er typisch voor? Zolang dat er weerstanden in ons circuit zijn, zal die altijd negatief zijn, die macht van de e-macht. Dus we zullen altijd, als t naar oneindig gaat, dat dit gedeelte nul wordt. Particuliere oplossing, wat moesten we doen in analyse? Gaan kijken naar ons rechterlid, naar die functie, de aandrijvende functie eigenlijk hier. Wat gaat ervoor zorgen dat we een rechterlid hebben? Dat zijn de bronnen in ons circuit. Dat betekent, als we geen bronnen in het circuit hebben, dat er geen particuliere bij komt, dat we nul hebben. Zijn er DC-bronnen in het circuit? Dan zal dat een constante zijn. Zijn er AC-bronnen in het circuit? Dan moet dat iets van dezelfde vorm zijn en dan zullen we eigenlijk heel de theorie van die impedanties gaan toepassen. En dan is nog de beginvoorwaarden erin steken. De beginvoorwaarden die zijn altijd dezelfde. Dat is dat de spanning over uw condensator niet plots kan veranderen, want anders krijg je hier een oneindige stroom. Dus VC 0 min moet gelijk zijn aan VC 0 plus. Of de stroom door onze spoel, die kan ook niet oneindig zijn, want anders hebben we een oneindige spanning erover. Dus I L 0 min is I L 0 plus. Elke andere spanning of een andere stroom kan in principe wel oneindig worden. Dus door uw weerstand, dat hoeft niet. Daar heb je die beginvoorwaarden niet. Dus een spanning over de weerstand kan plots
veranderen. Een stroom door een weerstand kan ook plots van veranderen. Dus als we dan kijken naar onze algemene oplossing, wat hebben we dan? Een lineaire combinatie van een fundamenteel stel plus een particuliere en die beginvoorwaarden erin gevuld. Dus voor bijvoorbeeld een DC-bron is dat een constante en een eerste orde plus een andere constante e tot de macht min t over tau. Betekent dat dat als je een AC-bron hebt, dat je dit stuk niet hebt? Jawel, dat stuk is er ook. Dat noemen ze eigenlijk de overgangsverschijnselen. Maar aangezien dat we dikwijls op regimetoestanden gaan kijken, waar je eigenlijk naar grote tijden gaat gaan kijken, is dat stuk weg. Dus hoeven we dit stuk en dus ook die constante erin steken niet gaan doen.